We zijn hier bij Marbella. Dit is de trainingslocatie waar ik hier bijna elke dag train. Ik train gewoon op de baan, maar ik train ook in het krachthonk. Altijd hier bij Marbella. En ik train dan hier hoorde en sprint. En dan in de krachthonk doe ik dan de krachttrainingen. En samen met mijn coach Sevi. Dat is wel lastig, want ik vind het meer een combinatie, zeg maar. Want de 20 minuten warm inlopen is voor mij best wel zwaar, zeg maar, altijd. Maar dat lekker, dat 20 minuten lang of 30 minuten lang lopen rekken en stretchen vind ik heel fijn. En de oefeningen die we hier doen, dus met heel veel met hoorden en eenpasjes, vind ik ook heel leuk. Maar zeg maar, als we echt hoorden gaan lopen hier, dan denk ik toch wel dat ik liever de trainingen doe uit mijn coaches van Nederland. Dus ik denk dat het een combinatie is van beide coaches dan. Mijn dag ziet eruit, ik word om 8 uur wakker. En dan vertrek ik om kwart voor negen, tussen kwart voor negen en 9 uur naar mijn stage toe. Dan ben ik daar rond 9:30. En dan doe ik daar mijn opdracht, mijn onderzoek. Ik heb daar een onderzoek naar de communicatiemiddelen van het bedrijf. Hoe we dat kunnen verbeteren of meer mensen kunnen aantrekken voor de communicatiemiddelen. Dan ben ik rond 1 uur of 2 klaar. En dan ga ik naar huis toe, doe ik boodschappen. Daar haal ik dan in de supermarkt alvast avondeten of andere spullen nog. En dan kom ik thuis rond 3:30, 4:00. En dan kan ik even een uurtje relaxen. En dan rond 5:00 moet ik richting Marbella, naar de trainingslocatie. En dan ga ik daar trainen van 6 tot 9:00. En dan ben ik rond 10:00, misschien iets eerder thuis. En dan moet ik eten maken en zelf nog gaan eten. En ja, dan, zo ziet mijn dag eigenlijk elke dag uit. De eerste weken waren best lastig, omdat je hier dan toch in je eentje zit. En je kan niet op iemand of mensen terugvallen. En helemaal omdat je hier dan, zeg maar, in je eentje zit. En het is een hele andere cultuur, een andere taal. Dus dat was de eerste week, misschien 1,5 week was het lastig. Maar na een tijdje zit je er zo in en je moet ook dingen plannen. Dus bijvoorbeeld ik moet plannen wanneer ik eten ga halen, want ik kom terug van stage en dan moet ik gelijk door naar de training. En dan moet ik ook al avondeten in huis hebben, dus ik moet allemaal dingen gaan regelen en dingen alvast plannen wat ik thuis gewoon niet doe. Dus dat hoef ik niet te doen. En dat was wel het lastige eraan en het moeilijke eraan.